spanning stijgt, je voelt de sfeer. In Valkenswaard, elk jaar weer. Kleurrijke bloemen in een lange rij, de stoet komt langs en wij zijn erbij. De bouwers lachen, groot applaus. Prachtige wagens, kleurrijk gebouwd. Maanden hard werk wordt hier beloond. De sfeer van Conso wordt hier getoond. Het is het Conso, een feest in Valkenswaard. Een grote bloemenzee, een bezoek meer dan waar. Kijk gezellig, Radio Horizon brengt het naar jou. Geniet van de kleuren, het feest is echt waar. Leuk dat u erbij bent. En we zijn gelukkig gezellig hier mooi en leuk en aardig en vriendelijk ontvangen bij Café de Fantast in Valkenswaard. En aan mijn komen schuiven is Jos Sweens. Jos, een goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u er bent. Mag ik vragen, hoe jong bent u? Ik ben 87. Jo, 87. Kijk dan, dat zou ik u niet geven, moet ik eerlijk zeggen. Dank u wel. 87. In welk jaar bent u voor de eerste keer betrokken geweest of maakt u kennis met het Corso? 1971. Dat had een oorzaak. Hazenstraat had 1 jaar niet meegedaan. Mm-hmm. En toen is er een nieuwe bestuur gekomen en daar ben ik deel van gaan uitmaken. Ja. Toen was de Corso al een paar jaar aan het trekken. 13 jaar. Hoe lang? 13. 13 jaar. Oh. Hoe is het Corso ooit ontstaan? Nou, dat is naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten is dat overgeschakeld naar een Corso. Oké. Okay. En dat is in 1953 gebeurd. 1953, ja. 1953. Heeft u een beeld van hoe die eerste optocht eruit zag? Wat zagen mensen als het Corso eraan kwam in de straten van Valkenswaard? Ja, in de beginfase was het nog allemaal kleinschalig, laten we het zo vertellen. Met aangeklede wagens, fietsen en noem maar op. En dat is uitgegroeid wat dat nu is. Ja. En dat gaat in die periode veel veranderen. Veel veranderen in het gebruik van materialen en alles wat erbij komt. Ja. Ik hoorde zeggen dat de eerste waren geen wagens, waren fietsen, hoorde ik. Of zelfs fietsen, handkarren, hoorde ik. Handkarren, alles is op die manier is het gestart vanuit die optochten, is het bloemencorso gekomen. Ja. En toen werd het dus meer corso-wagens in kleinere vorm, maar wel altijd. En altijd alleen maar dahlia's. Dat is tegenwoordig zijn er wat aanvullende materialen. Mm-hmm. Maar toen waren het allemaal dahlia's. Allemaal dahlia's. Ja. En die dahlia's, eigenlijk die bloemen, dat was vooral om de bevrijding te vieren, toch? Ja. Of niet? Dat was het, hè? Nou, dat was zuiver alleen maar voor de bevrijding te vieren. En we hebben dat een jaar gehad dat er dus Engelse militairen bij de wagen stonden. En dat die te maken hadden met de bevrijding. En we onder de indruk waren van hetgeen dat er toch nog steeds herdacht wordt aan hetgeen dat er heeft plaatsgevonden. Ja. Eigenlijk het uiten van de blijdschap van de bevrijding. Want iedereen heeft natuurlijk een vreselijke tijd meegemaakt in die 5 jaar. Ja. En dat werd uitbundig gevierd. Ja. Hoe kwamen die bloemen die in de bloemencorso gebruikt werden het eerste jaar? Waar kwamen die vandaan? Kwamen die hier uit de regio? Uit de regio. Veel buurtschappen. Op dit moment hebben een eigen veld. Mm-hmm. Dus er moet geplant worden, geschoffeld worden, geplukt worden. We plukken een keer of 7 een dahlia. Dan gaat hij naar de andere corso's in het land. Hè? Dus een dorp of winkel of noem maar op. Mm-hmm. En zijn wij aan de buurt, krijgen wij bloemen terug van de andere. Zo gaat dat? Ja, zo werkt dat toch allemaal. Is er altijd zo een soort van samenwerking geweest tussen de deelnemende groepen? Ja. Is altijd gelukkig wel. Het heeft wel eens ooit trubbeltjes, die zijn er altijd natuurlijk. Maar we groeien steeds beter naar elkaar toe. Ja. Ik heb nooit geweten dat de bloemencorso groepen die meededen, waren er trouwens altijd al buurtschappen. Nee, die zijn toen ontstaan vanuit de dingen. Werd ingedeeld. Er waren vroeger 18 buurtschappen en nu zijn er nog maar 14. Dus het is ingekrompen. Okay, toen wij de eerste keer meededen met de Hazenstraat en voor de tweede keer dus in 71, toen waren er nog 18 buurtschappen. Okay. En onze eerste waren, had gelukkig net niet de laatste prijs, maar de 16e geloof ik zo in mijn hoofd. En de tweede keer was het de 10e. Ja. En toen vroeg een van onze jongste leden, die was 17, Frank Maas.
die vroeg, mag ik een wagen tekenen? Ja, was goed natuurlijk. Maar we hebben niks, zelf hadden we niks. Nee. Dus die tekende. En dan hadden we meteen de eerste prijs. En dat was in 1973. Was er niet heel veel armoede in de eerste periode van... Ja, in de allereerste periode heb ik dus niet meegemaakt. Ik ben er pas in 1971 ingestapt. Mm-hmm. Maar toen wij begonnen hadden we houten palen. Ik zal het u vertellen, met wat touw en zeil. En in het kastje zat 13 gulden. En de naalden die kwamen in de olie gezeten. Die hadden ze 2 jaar eerder uit de wagens geplukt. Ja. Om toch maar geld te besparen. Ja. Dus ja. Rijkdom was dat niet. Ja. Er is een heel mooi boekje. Daar staan al die buurschappen in. Ja. En er staan ook een aantal benamingen in van wagens die jullie gemaakt hebben met buurschap Hazelstraat. Want daar woont u daar al je hele leven trouwens? Nee, helemaal niet. Ik woonde er op het moment toen ik met erin stapte, woonde ik in de Hazelstraat. En ik woon eindelijk in de Schotemanstraat en dat valt onder de Linderweg. Oké. Dus, maar ja, dat maakt geen verschil. Nee. Tegenwoordig loopt alles door elkaar. U bent wel bij de Hazelstraat gebleven? Altijd gebleven. Ah, trouwlid? Ja. Trouwlid. Nog steeds? En nog steeds. Ja. En de laatste haas van de Hazelstraat wordt hier gezegd. Erevoorzitter Hazelstraat. Dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Ja, dat is ook wel bijzonder. Ja, we hebben 2 erevoorzitters ondertussen. Maar dat is zeker bijzonder. Ja, het is ook een vorm van waardering, denk ik, voor de inzet van al die jaren die je gehad hebt. Ja, dat is niet mis. Ja. En, meestal doe je het met het hele gezin. De kinderen zijn erbij betrokken. Mijn vrouw is erbij betrokken. Ja. Die heeft, ik denk, alle 50 wagens tot de laatste bloem afgewerkt. Ja. Daar ben ik altijd nog wat trots op. Ja. Ja. Wat leuk. Een echte gebeurtenis eigenlijk binnen de straat waar je woont. Maar ook met het hele gezin natuurlijk. Met gezin. Als je nu kijkt, dan zie je dat er heel veel werkers met hun kinderen. En dan komt de kinderwagen. Dus dan komen die kinderen mee. En samen brengen ze die weg. En, ja. Dus dat is het leuke van het koor. Het wordt letterlijk met de paplepel ingegoten eigenlijk. Ja. Wat maakt nou die bloemencorso zo ontzettend bijzonder dat je bijna niet meer zonder kan? Wat is dat toch? Voor mij persoonlijk is het het allerbelangrijkste dat we vandaag en dag in deze maatschappij met zoveel mensen, jeugdigen, kinderen, ouderen, een hele oude samen iets op de weg kunt zetten. Het gaat niet alleen om die optocht en alleen de waren. Het gaat veel meer om de maanden vooraf dat je samen bezig bent. Ja. En dan met 14 buurtschappen binnen de gemeente Valkenswaard. Ja, dat is mooi, dat is saamhorigheid, hè? Dat je het samen met elkaar doet. Hè? Dat is het mooie van de corso. Onder elkaar, met de andere buurtschappen, ben je dus een hele grote groep die elkaar dus kent. En dat is voor alles alleen maar van belang. Zeker vandaag en de dag, als je kijkt wat er allemaal plaatsvindt, dan zeg ik, is dit toch nog mooi werk. Wat ons opviel, want wij wilden, kijk, je kan wel een bloemencorso kijken en uitzenden als omroep. Ik zei tegen Dian, wat wij moeten doen, we moeten gaan kijken naar die mensen die corso mogelijk maken. Want het zijn al die mensen die je eigenlijk misschien wel niet ziet. Al die vrijwilligers die het toch maar doen, hè? En die doen het als u kijkt. Dan zal ik er even op inspringen. Dadelijk, als de corso begint te trekken, dan is onze bouwplaats leeg. Dan staan er auto's geparkeerd. Ze zijn vanmorgen om 4 uur begonnen. Dan hebben ze de hele tent waar we in gebouwd hebben. Het is 8 weken. Die tent is weg. Alles is opgeslagen. Alles is van trein verwijderd. En er staan auto's geparkeerd. Ja. Daar ben je dan trots op. Ja. En hoe kan dat? Geven met bronnen, de dames die brengen de wagen hier naar het parcours. Mm. Ondertussen, de jongens die gaan de tent afbreken. Ja. En al die dingen die worden georganiseerd om het zo goed mogelijk te doen. Ook zo kort mogelijk de mensen lastig te vallen, want die staat op een parkeerplaats. Wat natuurlijk niet altijd even prettig is voor de omgeving. Nee. Maar ja, dat hoort erbij. Verdraagzaamheid met elkaar toch, want ja, dat corso dat is wel een visitekaartje van Valkenswaard geworden. Ja, door dat vind ik ook. Daar mag jij trots op zijn, toch? Ja, dat vind ik. En de gemeente ook. Het moet ook een stimulans zijn voor de gemeente. Volgens mij zijn ze ook wel trots, hoor. Ja, zeker. Ik heb wel het idee dat ze wat dat betreft wel enorm waarderen. Het is vooral mooi om te zien natuurlijk als gemeente dat al die inwoners met elkaar samen, zeg maar... het er iets moois van maken. Dat is het, hè? Dat is het mooiste van allemaal, ja. Wat is het nou het raarste wat u ooit heeft meegemaakt in al die jaren corso? Het raarste, of het leukste misschien. Nou, het raarste was dat wij hier op de Linterweg, we komen uit de Hazelstraat, daar ligt hier dus niet kort bij. Hmm. Daar komen we de bocht om en nou wringt de as. Oh. En die tordeert. En daar sta je. En dan
schiet er iedereen te hulp. Hoe lossen we het op? De Smit die woonde er gelukkig tegenover. En ja, na 4-5-6 opgekrikt en de balk eronder. En weer op zijn eigen gewicht terug laten vallen, lassen en meetrekken. En dan er toch weer zijn op het corso. Ja, dat zijn momenten dat je even stilstaat. Het lijkt me wel het allereerste wat je kan overkomen als je met die corso meegetrekt. En de wagen die gaat het in het begin van de optocht al begeven. En begeven. Gebeurd. Ik ken een buurtschap waar dat gebeurde. En daar was ik s'nachts nog in de tent. En die hadden een mooie wagen. Ik zeg, als jullie maar rondkomen. En bleek nou, ze vallen van de trottoir. En de wagen die knikt. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is, ja, dat doet pijn, want je hebt alles gedaan en dan in een keer. Maandenlang? Maandenlang. Ze hebben dezelfde wagen. Vakantie opzij gezet? Ja, ja, daar wordt heel veel aan opgeofferd. Ja. Ja, dat moet wel, want anders kom je er niet. Dat samen, hè? Dat is het, hè? Ja, je is het zeker. Dat is het leukste, hè? Ja, is het zeker, ja. Bijzonder is dat je met heel veel mensen zoveel jaren samenwerkt. Er zijn erbij die net zo lang als ik erbij ben. Ja. En die zijn begonnen toen ze 14, 12, 14, maar die nu er nog zijn. Ik was al 35, maar 34 toen ik de eerste stappen zette in de tent. Dus dat was in hun ogen redelijk laat, natuurlijk. Ja. Ja. En, maar het mooie is dus dat je al die mensen zoveel jaren kent. En lief en leed wordt gedeeld. Dat is het, hè? Begrafenissen en trouwen en geboortes en alles wordt samen beleefd. Je kent elkaar, je groeit met elkaar op. Zeker, je kent de families, je leeft mee bij ziektes, je leeft mee bij overlijden. Ja, we zijn ook met z'n allen naar de TH gegaan omdat er twee geslaagd waren. Och, je toch. En al die dingen komen voor. Hè. Ja. En daarnaast bezoek je dikwijls de tenten, die andere buurtschappen die zoveel jaar bestaan. En dan ga je met een hele groep daar naartoe. En zo is er altijd dus een samenspel, laat maar zeggen, van alles, van alle mensen onder elkaar. Ja, 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 ja. Samen doen. Dan is er wel heel veel sociale connectie, controle met elkaar. Nee, je houdt elkaar een beetje in de gaten. Je let een beetje op elkaar ook. Natuurlijk. Dan wordt de zieke, dan wordt dit ook. Maar er wordt aan iedereen gedacht. En dat is heel belangrijk. Is dat alles zo gebleven? Of is het door de jaren heen een beetje veranderd? Nee, dat is in onze altijd zo gebleven. Ja. Ook belangstelling voor de andere buurtschappen die moeilijkheden hebben. Even helpen. Ik denk dat ouderen dat sowieso wel hebben. Nog van een hele andere mentaliteit als wat jongere mensen van nu. De ouderen die zijn wat dat betreft nog meer begaan met het lot en misschien van anderen. Nou, we proberen over te dragen ook aan onze jeugd. En die doen er aardig in mee. Ja, nou horen we je heel goed. Goedemiddag, hi. Waar staan jullie? Wij staan op de hoek bij Om. En wij staan hier bij buurtschap Leenderweg. Ja. En ik heb hier ook iemand naast me staan. Oké, vertel. Dus, ik heb even de speakers hebben en dan kun je samen even... Oh, wat leuk. Ik heb hier langs iemand van een buurtschap. En die kan je misschien even wat vertellen, Erik-Jan. Want de wagen ziet er zo mooi uit. Oké. Ja, Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Welkom in het programma. Hoe ziet jullie wagen eruit? Kun je dat een beetje omschrijven voor onze luisteraars? Ja, natuurlijk. Het thema van onze wagen is het wonder te Lidlum. Dat gaat over een monnik die het klooster in gaat. En die monnik is heel erg vroom. Maar zijn kloostervriendjes zijn minder vroom. En die denken meer aan de wijn en drank en lekker eten en van alles. Mm. En dat proberen wij eigenlijk uit te beelden. Alleen die monnik in het verhaal, zeg maar. Die wordt op een gegeven moment aangevallen omdat hij niet meedoet met de monnikenvriendjes. Oké. Okay. En hij doet dan eigenlijk dan die wijn en alles aan het eten in de mouwen van zijn habit. En als ze hem aanvallen, dan komen daar rozen uit. En dat is geen wat we eigenlijk uitbeelden op de wagen. Dus een grote monnik die met een doodshoofd vast heeft om een beetje mee te kunnen bidden en te doen. We hebben een rozenkrans erop. Ja. We hebben die rozen erop. We hebben glas en lood gemaakt. Ja. We hebben een prachtige wagen gemaakt. Zo. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met het bouwen van die wagen? We zijn in april begonnen met het voorwerk, zeg maar. Met kleine objecten al in elkaar lassen. Ja. In juni zetten wij altijd onze grote tent neer. En dan zijn we iedere maandag, woensdag en vrijdag en zaterdagmorgen aan het werk. Ja. Om die wagen in elkaar te zetten. Ja. En het bloemoptrekken, donderdagavond hebben wij van het eigen bloemenveld al bloemen opgehaald. Ja. Dus zijn we al mee begonnen met voortrekken, een paar kistjes. Ja. Kistje nog 32. Zo. En vrijdagmorgen heb ik de rest gehaald. Die is naar de bloemverdeling geweest met grote aanhanger. Ja, hoe heet jullie buurtschap? Want het ging net heel snel. Wat zei je ook alweer? Buurtschap Leenderweg. Ah, dus buurtschap Leenderweg. Daarbij het valkterrein, valkenswaar. Ja, precies. Die is wel bekend. Ja. Dus,
Hoe groot, ja, hoe groot is jullie groep? We hebben een groep van om en bij 10 hele actieve bouwers. Mm-hmm. In totaal zijn we met een man of 40 om en bij. Ja. Dus maar weet geen extreem groot buurtschap. Mm-hmm. Wat ik wel mooi vond, en dat was vooral vrijdag, is dat er ineens heel veel jeugd in de tent was. Oh ja. Ook om vol te trekken. En dat is wel belangrijk, dat de jeugd meer wordt betrokken. Ja. De jeugd heeft ook zelf een eigen ontwerp gemaakt voor hun jeugdwagen. Mm-hmm. En toen wij de flyer hebben gemaakt voor de collecte, ja, normaal gesproken zitten we daar alleen het ontwerp in van de grote wagen. Ja. Ik heb dan ook het ontwerp ingezet van de jeugdwagen, want ik vind dat belangrijk. Want ja. De jeugd is toch onze toekomst. En we kunnen niet alleen op die oude mensen blijven... Nee, maar dat is het, hè? Blijven bouwen, zeg maar. Hè? Dat is het. Dat is natuurlijk heel onderbiedig, maar ja, het is wel zo. Ja. Het is de toekomst. Ja. Hoe doen jullie dat om voor de jeugd het ook leuk te houden? Hebben jullie daar een bepaald iets voor, om het voor hun ook aantrekkelijk te houden om mee te blijven doen? Je moet zorgen dat het geen moet is. Dat is kijk, het is, als je tegen kinderen gaat zeggen, je moet dit op zelf sprong, dat gaat nooit werken. Nee. Terwijl nee. Als je het een beetje zelf voor een vrije hand geeft, dan is het ook hun wagen. Ja. En als die wagen zelf in elkaar zitten, zijn ze daar trots op. En dan willen ze er juist ook dingen voor gaan doen, want ze willen het gewoon af hebben. Ja. Ik hoorde vind het gewoon geweldig leuk dat die jeugdwagen, die was... Ja, gistermiddag tegen een uur of 4 al klaar. Ja. Ja, dat was super. Ja, dat is gaaf. Ik hoorde zelfs iemand zeggen, je moet zeggen dat ze niet mogen helpen. Dan komen ze juist wel helpen. Ja, maar dat is altijd met kinderen. Ik heb zelf ook 2 kinderen. Als je dingen zegt wat ze niet mogen doen, dan doen ze dat. Ja, precies. Ja, weet je wat... Alles wat niet mag, is leuk. Dat ja, weet je wat het is? Het probleem is, wij zijn zelf ook kind geweest, hè? Dat is het, hè? Weet je? Wij zijn zelf toch ook kind geweest? Ja. We waren geen haar beter. Dat is het, hè? Dat is het. Leuk. Zeker. Dank voor je verhaal en heel veel succes vanmiddag. Komt goed. Hoe gaat het? Ja, goed. Ben je tevreden over de wagen? Zeker. Ja? Mooie wagen dit jaar. Dus. En jij gaat figurant zijn? Ik sta hier onder andere te dealen bij deze stang. Op deze plek. Dus... Dit is jouw plaatje? Ja, dit is mijn plaats hier inderdaad. Ja. Hey, en best inspirerende muziek, hè? Ja, het is mooie muziek. Ze hebben mooi gekozen. Dus, ja, ik kwam hier straks al langs gelopen. Ik dacht, die maakt wel meteen indruk. Ja, dat is ook de bedoeling. Dus ja. Hoop dat het bij veel mensen zo is. Ja, heb je zin in? Zeker. Het is mooi weer, hè? Ja, lekker. Zeker zo pak. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Nou, veel plezier. Heel goed, dankjewel. Dankjewel, hè. Hoi. Hoi. Hoe is het? Gezond en mager. Ja, bent tevreden? Ja, zeker. Ja, het ziet er mooi uit, hè? Heel mooi, zeker. Ja. In combinatie met de kerkje aan de achterkant. Ja, en ik vond inderdaad, toen ik straks hier voorbij liep, die rode rozen, die zijn wel meteen van bam, hè? Dat was een puistwerk. Oh, maar dat kun je ook zien. Dat was echt zo anderhalve dag voor één roos. Ja, zoveel werk. Dat kun je zien. Maar wel heel mooi. Ja, en heel dicht, hè? Ja. Want dat is de kunst, denk ik. Dat is de kunst, zeker. Om het heel dicht te krijgen. Ja, en ik zorg, en het is bij de kanten ook, hè? Ja. En meerdere blaadjes dan natuurlijk. Ja, zeker. Ja, aan alle kanten, als hij langs rijdt, moet het mooi moet zijn. Moet het mooi zijn. Ja. En ja, onze bouwers hebben daar, of mensen, alle prikkers hebben daar heel veel tijd ingezogen. Maar goed, dus, ja, dat is dan ook te zien. Dat is mooi uitgekomen. Nou, en ik zie dat je trots bent. Ja, ja. Zeker. Ja. Dit is de wagen van buurtschap Dommeldal. Die staat hier opgesteld aan de statie. En dat is de uitbeelding van Molkwerum 1611. En ik zei straks al, het is een beetje een donkere wagen. Qua kleuren dan, met de bloemen. Maar het gaat ook over heksen en behekst. Dus het is ook een beetje een luguber onderwerp. Maar hij is wel heel erg mooi. En tot in details afgewerkt. Heb jij haast of mag ik jou iets vragen? Ik heb wel een beetje haast. Oh, je hebt haast. Heb jij ook haast of mag ik jou iets vragen? Mag ik me wel eens vragen? Ja, oké. Okay. Hi. Hallo. Waar ben je naartoe onderweg? Ik loop door het bos. En het is midden in de nacht. En ik ben op zoek naar een heks. Oké, Jan. Bij welke wagen hoor je dan? Ik hoor bij Dommeldal. Oké, dus je bent op weg naar de wagen met het paars? Ja. Daar komen wij net vandaan. Ja, wij hebben hier ons object waar wij nu ons ding gaan doen. Oké, vind je het spannend? Nee, heel erg leuk. Ja? Geniet je? Altijd. Heb je ook mee gebouwd? Nee. Nee? Ik doe figuratie. Oké, nou, leuk. Ja. Het is een mooie wagen, dus het komt vast goed. Nou, dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Hoe is het? Ja, goed. Zit jij opgesloten? Ja, helaas wel. En dat blijft zo? Nee, ik ga wat nog wel ontsnappen. Ja? Ja. Dat gaat jou lukken? Dat gaat mij lukken, zeker. Ja. Heb je er zin in? Zeker, ja. We zijn klaar. We hebben alles bij, dus wij kunnen er tegenaan. Heb je al vaker meegedaan? Ja. Ja. Ik denk al 10 jaar of zo. Waarom is het zo leuk? Ja, toch, het ons kent ons en de mensen eromheen. Het is gewoon één gezellige club mensen, dus...
Ja, dat maakt het heel erg leuk. Ja, heb je het leuk gebouwd? Ja, ik bouw zelf niet, maar daar zit wel zo'n vaste groep met mensen. En dat is gewoon gezellig. En ook tijdens het prikweekend. Want jullie hebben vannacht amper geslapen, denk ik. Ja. 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 Geeft niks, hè? Nee. Lijkt niks. Dat hoort gewoon, dat hoort erbij en dat doe je gewoon. Ja, ja. Dat hoort erbij en dat maakt het ook wel zo leuk. Ja, je deelt het met z'n allen. Ja, leuk. Ja. Nou, geniet er lekker van. Komt helemaal goed, dankjewel. Dankjewel, hè. Leuk, hè? Hoe gaat het? Ja, goed, hè? Staan jullie er klaar voor? We hebben er lekker weer voor, dus we gaan er volop van genieten natuurlijk. Ja, wordt een leuke dag, hopen we. Hoe vaak heb je al meegedaan? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Heel vaak? Ja, toch wel meer dan 30 keer, denk ik. Ja, dus je weet hoe je moet kijken en hoe je moet lopen? Ja, figuratie is wel leuk om te doen af en toe een keer, inderdaad. Dus dat is wel leuk. Een beetje met het publiek spelen. Ja. Toch een beetje kwallen opdragen, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wel op een leuke manier. Ja. Moet gezellig blijven ook, hè? Ja, zeker. En hoe vind je zelf de wagen geworden? Ja, ik vind hem toch wel heel mooi uit zijn recht, tot zijn recht zijn gekomen. Ik bedoel, een klein wagentje waar de grote ridder dadelijk aan kondigt door middel van onze gouden Vuvuzela's die we mooi hebben. Dus ja, dat is, het geluid, er komt daar nog een hoop rook en mist onderuit uit de wagen. Ja, het loopt gewoon een spektakel. Combi, hè? Dat moet het zijn. Ja. Het is dadelijk gewoon, als je de wagen ziet rijden en de mist vormt zich, dan lijkt het net of er echt een boot aankomt in plaats van een wagen. Ja. Dus dat is het mooie ervan. Het nog spectaculair. Ja, zeker. Nou, dus dat gaat helemaal goed komen met jullie. Ja, we gaan er het beste van maken. Nou, het ziet er ook prachtig uit. Ja, dank u wel. Geniet er lekker van. Gaan we doen. Bedankt, hè. Ja, tot ziens, hè. Dag. Hoe gaat het? Nou ja, prima. Ja, kijk, het is natuurlijk, ik heb natuurlijk een belangrijke taak. Zoals je kunt zien ben ik hier natuurlijk met de oude dame. Ja. Alleen, zoals je kunt zien, kijk, weet je wat het is? Mevrouw is al op leeftijd, begrijpt u wel, dus ze heeft pas haar testament laten opmaken. Maar opeens komen er steeds meer vage kennis om erheen. En zeg maar op één ding uit. Wat staat er in het testament? Maar ja, zoals u begrijpt, ik bedoel, ze is toch onder ons? Ja. Daar gaan we natuurlijk niks bekend maken, maar om een of andere reden zit echt iedereen al te gieren op mijn testament. Nou ja, tenminste, mevrouw zijn testament. Maar jullie hebben wel een hele mooie wagen, hè? Oh ja, nou ja, kijk, ik bedoel, het is niet mijn wagen natuurlijk, hè. Het is mevrouw, hè, de oude dame. Ja. Ik ben wel blij dat in ieder geval de dienstmeid van haar er wel bij is om het rest wel een beetje in goede banen te leiden. Ja, dat is dan wel makkelijk. Jawel, weet je, ik hoef alleen maar het testament onder mijn hoede te nemen. Meer hoef ik niet te doen. En te zorgen dat de rest van de omstandigheden ook een beetje op afstand nog blijft. Ja, je gaat hem echt niet in laten zien. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, zolang ze nog onder ons is, blijft het testament gewoon keurig gesloten. Precies. Zoals het hoort. Zoals het hoort. Nou, dan ga ik je succes wensen met het bewaken van je testament. Nou ja, dank u wel. Nu heel veel plezier nog vandaag. Ja, dank je wel. Ja. Hoi Monique. Hi. Hoe is het? Ja, goed. Hoe trots ben je? Ja, heel trots. Ja, hè? Ja. Hij is ook echt super mooi, hè? Ja, ik ben er ook heel blij mee. Ja, ik was hier vanmorgen om 10 uur al even. Ik denk even rondkijken en ik zag hem staan. Ik denk, oh, daar heb je hem. Ja. Maar het is inderdaad heel anders dan wanneer hij nog geen bloemen heeft, hè? Ja, dat klopt. En ook met de steiger eromheen kun je het toch niet heel meteen zien. Ja. Hoe laat was jij hier? Ik was om 10:45, dus ik heb rustig aan mogen doen. Ja, heb je vannacht ook nog meegeprikt? Ja, ik ben iets eerder naar huis gegaan, maar om 2:15 was hij klaar. Oké, toen was hij echt klaar? Helemaal klaar. Ja? Hard gewerkt, hè? Ja, iedereen heeft heel hard gewerkt, ja. En ik denk dan altijd, en nu? Want nu komt er een zwart gat, of niet? Ja, heel benieuwd wat de jury ervan vindt. En het publiek natuurlijk. Ja, en dan vanavond is het voorbij. Ja. En dan is het even gewoon een paar maanden niks. Dat is raar, hè? Ja, en dan begint het weer opnieuw. Ja. Hey, hoe zijn de reacties? Ja, goed. Ik zie al heel veel mensen die op de foto willen. Dus dat is dan een goed teken. Ja, zeker. En ook dat je zo af en toe iets opvangt. Dat je met mensen hoort zeggen van, oh, is het mooi. En je hebt ook al veel over de ogen. Dus dat is leuk om... om te zien en te horen. En jij hebt hem ontworpen, hè? Ja,
Fijn, hè? Maar ja, ik heb maar een klein beetje gedaan, hè? Ik heb het alleen maar bedacht en de rest ja, goed, een goed idee en dan een plan en dan met de rest gewoon het doen. Maar er moet wel een goed plan liggen. Ja, ja, dat klopt. Ja. En het moet wel maakbaar zijn. Nou, geef ik jou een schouderklop. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel en we hebben het volgend jaar. Ja, ja, veel plezier vandaag en komt vast goed. Ja, dat komt helemaal goed. Dank ja. Dankjewel, hè. Dan gaan we er een einde aan maken hier van het verslag vanaf de Bloemencorso. Wij lopen terug naar de Fantast, waar Erik-Jan zit te wachten op ons, die nog lekker radio zit te maken. We hebben het hartstikke leuk gevonden om dit jaar mee te mogen doen aan de voorbereidingen van de Corso. En om er zo dichtbij mee te maken. Ik vond het echt heel leuk en ik zou zeggen op naar volgend jaar. Een fijne dag allemaal en ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Groetjes! De spanning stijgt, je voelt de sfeer, in valkenswaard, elk jaar weer. Kleurrijke bloemen, in een lange rij, de stoet komt langs en wij zijn erbij. De bouwers lachen, groot applaus, prachtige wagens, kleurrijk gebouwd. Maanden hard werk, wordt hier beloond. De sfeer van Corso wordt hier getoond.